helemaal fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. Had je het verwacht? Nou, toen ik vorig jaar werd aangenomen bij Radio 2, was het wel een van mijn focuspunten dat ik hoopte dat ik bij de lijst van DJ's zou zijn die het mag gaan doen. Nou ja, dat is gelukt. Het is een soort droom die uitgekomen is. Ja. En ook nog een van de eerste twee vrouwen, dat is extra speciaal, neem ik aan. Ik vind het heel speciaal dat ik als een van de eerste vrouwen mee mag doen in het team van DJ's. Maar tegelijkertijd voel ik me ook gewoon DJ en ik ben programmamaker en ik sta helemaal in dienst van de luisteraar. En ik mag de verhalen gaan vertellen die zij insturen met de liedjes van de top 2000. En dat is gewoon al eervol op zich. Dat staat los voor mij van het feit dat ik een vrouw ben. Ja. Nou ja, op dit moment zijn er vrouwen op Radio 2. Er zijn wat meer vrouwen op Radio 2 dan voorheen. En dan is het gewoon een logische stap. Het zou gekker zijn als we onderdeel van het Radio 2 team zijn en we worden vervangen door mannen. Het is gewoon eigenlijk een logische stap. Ik zit ook gewoon op mijn eigen tijdslot. Ja. Dan de top 2000 zelf. Wat is dat voor moment tussen kerst en oud en nieuw voor jou? Nou ja, het is voor mij heel gek nu sowieso omdat ik dus ga werken. Want op 25 en 26 december zit ik in de studio hier. Maar het is ook wel een bijzondere tijd van het jaar waarin je terugblikt op wat er allemaal gebeurd is in je leven. En soms niet alleen in het afgelopen jaar, misschien nog wel verder terug. En daar hoort muziek ook heel erg bij. Dat roept weer herinneringen op en dat brengt toch een speciale sfeer met zich mee. Ja. Het is natuurlijk al jaren een succes. Is dat ook die nostalgie in combinatie met muziek een gouden mix? Ja, ik denk dat mensen heel graag hun verhaal bij een liedje willen vertellen. En de mensen die stemmen op de top 2000, die doen dat ook echt in grote getalen. We krijgen echt hele bakken met e-mails binnen met een reden waarom ze een liedje hebben uitgekozen. En soms is het, heeft het te maken met de liefde, maar soms met verdriet of dingen die er in de wereld gebeuren. Nou ja, dat maakt het zo bijzonder en zo'n gevarieerde lijst ook. Oh, een top 3. Jullie maken het wel moeilijk. Ik zou erin zetten, denk ik wel, toch Hotel California van de Eagles. Daar heb ik een, net als heel veel mensen, ook een heel speciaal verhaal bij. Ga ik je verder helemaal niet mee vermoeien hoor. Maar dat is wel een hele bijzondere. Ik ben gek op de Stones. En dan vind ik wel dat er nog iets Nederlandstaligs in mag. Top 3. Ja, zie je, maar dat is het dus. Gelukkig mogen mensen die hun stemlijst indienen 35 liedjes kiezen. Dat maakt het alweer een stuk minder moeilijk. En dat ga ik dus ook doen, gewoon 35 liedjes.